Chris Hofstra, Harkmaarse Boysen, wat is het hier? Ja, ik word benaderd door Albert Pol. Had ik belang hier bij het Polar hartslagmetersysteem. Nou, daar winnen we al een paar hier, hier we er al wat eerder naar, maar dat was hartstikke duur. Dan had Polar die had wat een uitgeklede versie ontwikkelen voor in principe zaalsporten. Maar als ik wel geschikt om zeker in de Lietse rond op field om die ik te gebruiken. Dus elke speler die had nou een hartslagmeter. En die kunnen wij direct monitoren. Met de iPad is een verbinding met Bluetooth. En kunnen we zien hoe vier jongens binnen, nou, wat voor hartslag ze hebben. En dat soort dingen. Dus we kennen hun gewoon tijdens de training en wedstrijden kennen we hun monitoren. Dus dat is wel mooi. Ja, dus u ziet haar zelf al een apart dingetje die ze omdoren? Ja, zie je, elke speler die had een hartslagmeter. En op mijn iPad ken ik dan zien hoe hoog de jongens zitten in hun hartslag. Nou, en dan kerst het herstel, kerst zien. Als de training even stilheid, dan kerst zien van herstellen ze wel, herstellen ze net. Ja, en dat ben voordelen die we hieruit heli kennen. En werden we uw winsten mij heli kennen, hoop ik. Ja, op wat voor manier is dat dan? Nou, als het is dat een speler net meer herstelt tijdens een training, ja, dan kerst mijn speler in gesprek. Hè. Dan kerst zoiets van, waar leidt dat aan? Eerder ziek geweest of eerder weer had er het drok gewoon. Drokker als oors. Ja, dan kerst daar rekening mee horen. Dan kan de trainer daar rekening mee horen. Kan ik daar met de trainer in gesprek in? Hoe is zijn speler? En dan kan we zoiets van, misschien maakt er even een toskie minder. En oorsom werken er natuurlijk ik. Als jongens het dus net genoeg doggen op een training. Van hoe komt dat? Hartstikke zin in? Of wat dan ik maar. En de kerst aan jongen ik daarop aanspreken.